Het politieke speelveld na vanavond is veranderd. En ik heb de hele campagne gezegd. Zorg ervoor dat GroenLinks in die Eerste Kamer de sleutel in handen krijgt. En het heeft er alle schijn van dat dat is gebeurd. En dat is belangrijk. Want vorige week werden er beloften gedaan. Klimaatbeloften door Mark Rutte. Er zou een CO2-belasting komen en de energierekening zou omlaag gaan. En vanavond zeg ik u dit. Wij gaan Mark Rutte aan die beloftes houden. Maar ik richt me ook tot al die politieagenten in Nederland. Onderwijzers. Mensen die werken in de zorg. Al onze helden uit de publieke sector. Die smachten naar verandering. Die meer waardering willen voor hun werk. De waardering die ze krijgen van de politiek. Maar ook als het gaat om hun salaris. De vrijheid die ze hebben. Om hun eigen vak vorm te geven. Tegen jullie zeg ik. De positie die GroenLinks nu heeft gekregen in de Eerste Kamer. Die zullen wij gebruiken om jullie positie in Nederland te verbeteren. Lieve vrienden, we wonnen in 2017. We wonnen in 2018 en we wonnen nog meer in 2019. En iedere keer ben ik weer verbaasd over jullie. Hoe goed jullie zijn in campagne voeren. Hoe jullie het toch iedere keer weer voor elkaar krijgen om onze beweging zo ongelooflijk zichtbaar te maken in Nederland. Deze overwinning is jullie overwinning. En morgen breekt er een nieuwe dag aan. Dan is het lente. En dan rust op ons een zware verantwoordelijkheid. Om onze nieuw verkregen positie in de Eerste Kamer zo te gebruiken dat we Nederland kunnen veranderen. En dat we progressief Nederland een stem kunnen krijgen. En tegen al die mensen die hier nu denken. Wat gebeurt er in Nederland? Voel ik me hier wel thuis? Zeg ik, kom in beweging. Sluit je aan. GroenLinks is niet te stoppen. De progressieve beweging is niet te stoppen. En samen gaan wij Nederland veranderen. Dank jullie wel. APPLAUS